Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. De dollarspot. Het is de schrik van zo'n beetje elke golfbaan in Nederland. Het is namelijk een schimmel die er doorgaans groene en gladde green, bruin en bobbelig maakt. Tot nu toe kon dollarspot alleen bestreden worden met chemicaliën. Maar in Zoelen is vandaag een unieke milieuvriendelijke machine in gebruik genomen. Een Wageningse uitvinding die de schimmel met UV-licht bestrijdt. Een mooie, groene en snelle green. Dat is wat elke golfer zich wenst. Het komt het spelletje ten goede en het ziet er gewoon ook goed uit, zo'n biljartlaken. Maar op elke baan steekt op enig moment de dollarspot de kop op. Een schimmel die desastreus is voor het gras. Ja, die schimmel, want ja, die veroorzaakt toch hobbeligheden of ja, je ziet geen echt gras meer. En dus als je dan wil putten en dergelijke, dan gaat hij over zijn kale plek heen en dan begint hij te stuiteren. En dat kan wel eens voor het putten belangrijk zijn, zeg maar. De schimmel laat zich alleen door chemicaliën terugdringen. Maar het gebruik van chemicaliën strook niet met het groene imago dat de Nederlandse Golffederatie wil uitdragen. En daarom was de Wageningse uitvinding van de CGC 4.0 een geschenk. U kunt hier zien, er zitten 7 blauwe bakken aan. En in die blauwe bakken, daar bevinden zich UV-lampen. En die UV-lampen die gaan met een snelheid van 6 km per uur over het gewas en dienen daarmee een dosering UV-licht toe waarmee het schimmel, dat veel op golfbanen voorkomt, dollarspot, afgedood wordt. Golfbaan De Betouwen in Zoelen had vandaag de primeur. En omdat de provincie Gelderland ruim 90.000 euro in de ontwikkelingskosten heeft gestoken, deed de gedeputeerde de onthulling. Maar het apparaat moet, als het aan de uitvinder ligt, op golfbanen over de hele wereld zijn UV-licht gaan laten schijnen. Hier hopen wij de wereld mee te bestormen. In Nederland zijn er 150 golfbanen. In de wereld zijn er 3000. Die 3000, daar zijn we naar op zoek. En bij golfbaan De Betouwen in Zoelen zijn ze ondertussen maar wat blij dat op milieuvriendelijke wijze de baan groen gehouden kan worden. Ik vind op een natuurlijke wijze is natuurlijk het mooiste wat er is. Want al die chemische troep, laat ik maar zeggen, dat kan natuurlijk op de duur nooit goed zijn, denk ik.